rangschikken en door ook de hele hilarische momenten en de grappige momenten erin te verwerken, werd het een soort, denk ik wel, ik denk dat ik het daarmee voor mezelf heel erg goed heb begrepen wat er nou is gebeurd. Sander is weer gezond en aan het werk en alles is weer, lijkt weer te zijn zoals het was. Ja. In de 2 maanden dan is er een bloedcontrole. Ja, en dat is, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens meer te horen krijg wanneer die zijn. Dus nu vraag ik me bijvoorbeeld eigenlijk wel af van wanneer is het eigenlijk weer. Maar ik ga er gewoon van uit dat het goed is. Want ik denk altijd maar zo, er kan van alles gebeuren in het leven. En dus ik ga er maar niet veel aan denken. Het is gewoon goed. Het is sowieso heel moeilijk, vind ik, voor iedereen denk ik, om met ellende om te gaan. Als jou iets heel ergs overkomt, ja, hoe ga je daarmee om? Dat weet je niet. Eerst reageer je emotioneel. En wat ik merkte is dat het fijnste is om het gewoon niet, dat het er gewoon niet is. En dat je gewoon tegen iedereen zegt van, hey, ja, het gaat hartstikke goed, prima, hoi, doei, ja, niks aan de hand, la 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 la. Maar ja, daar kom je natuurlijk niet zo goed mee weg. Daar kom je buiten op straat wel even mee weg, maar niet tegen de mensen die je de hele dag ziet. Dus ik had ook geen tijd om erover na te denken hoe ik dingen moest vertellen, want ga je nou zeggen, ja, papa gaat dood? Of ga je zeggen, hij gaat misschien dood? Of ga je zeggen, hij gaat gewoon niet dood? Want dat gaat gewoon niet gebeuren. In het begin wilde ik, zei ik gewoon, nee, er is niks aan de hand, valt mee. En het komt allemaal goed. Maar er waren zoveel aanwijzingen gedurende die hele maanden dat ik erover moest, dat ik er eerlijker over moest zijn. Dat ik moest eraan. Dus ze vragen gewoon letterlijk wat er aan de hand is. En ze willen ook weten hoe het... Ze willen alles weten. Dus ze zijn gewoon net als wij. Precies als wij. Dus je moet gewoon met bloedwaardes aankomen. En met boeken waarin plaatjes zijn van waar lymfeklieren zitten. En hoe de chemo werkt. En wat voor spul dat is. En hoe het erin gaat. En waarom het erin gaat. En precies alles wat wij ook willen weten. En dan pas hebben ze een beeld en dan pas kunnen ze het aan. Want ze voelen als je het verbergt. Ik denk dat het persoonlijk is. Dat het dat karakter is. Dus degene die het beste begrijpt tussen aanhalingstekens is toevallig degene die een jaar ouder is. Maar dat is ook degene die meer eerst iets hoort, dan zelf in shock raakt en dan het verwerkt en erover nadenkt en daarna eventueel een vraag stelt. En het andere karakter is meer iemand die meteen een reactie, een emotionele reactie heeft, die vaak hilarisch is of juist heel hard en geweldig dus voor het boek. Maar en voor hem ook een manier om te verwerken. En het zijn 2 totaal verschillende manieren van verwerken, denk ik. De ene is reflecterend en de ander is direct. En ja, ik weet niet welke... Ja, het hoort bij de karakters. Ik kan ook niet zeggen wat beter is. En volgens mij ben je het een of ben je het ander. En kan je dat ook niet veranderen bij jezelf. Dus je gaat er dus allemaal anders mee om. Ja, maar ik geloof dat het goed is om direct daarna juist het allemaal te rangschikken. En dan zie je heel goed een lijn. Ik zag gewoon een ontwikkeling. Ik zag gewoon dat ik veranderde van... ik hou vol en niemand hoeft mij te helpen. En ik ben oké. Okay. Met mij gaat het altijd goed naar... Oké, ik ben een drijvend vlot en ik weet het allemaal niet. En door het rangschikken... en door ook de hele hilarische momenten en de grappige momenten erin te verwerken... werd het een soort, denk ik wel... Ik denk dat ik het daarmee voor mezelf heel erg goed heb... begrepen wat er nou is gebeurd en dat ik het juist daarna nu heel goed kan afsluiten. En nu is het gewoon een gebeurtenis in mijn leven die is vastgelegd in iets waar iets mee is gebeurd nog. En dat is, dus ik kan nu, ik heb er nu heel, ik vind het juist leuk om het nu in een ander perspectief te zien.
dan alleen maar van, oh, wat is het erg, oh, wat is het erg. Ja, man. Die is echt heel mooi. Thank you.